De bekendste crimineel van Nederland is Salon Feyi geworden. Willem Holleder zit straks in het tv-programma College Tour. De eens zo beruchte ontvoerder en afperser lijkt wel een knuffelcrimineel geworden. BN'ers gaan met hem op de foto en er worden liedjes over hem geschreven. In Amsterdam is vanmorgen de voormalige drugshandelaar Steve Brown neergeschoten. Volgens de politie is hij zwaar gewond, maar buiten levensgevaar. Waarom trekken misdadigers ons zo aan? Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan een ex-crimineel? Ik vroeg het aan de voormalige drugsbaron in Spijkerbroek, Steve Brown. Jij was vroeger ook een boef, mag ik dat zeggen? Nou, ik heb liever als je, dat je me aanduidt als volksgangster. Oké, jij was vroeger een volksgangster? En nog wel eigenlijk. Ja? Ja, ik beschouw me, vind dat geen nare naam. Oké. Ik word liever volksgangster genoemd als advocaat. Wat is dat in een mens dat wij al die verhalen willen horen over misdaad? Ja, wat schept de aanbod? De vraag of de aanbod? Ik blijf er toch, ik vind het een soort dubbelwerk. Maar dan, ik zou je heel eerlijk vertellen. Ik vind het leuker om een verhaal over Holleder te lezen dan een verhaal over belastingfraude. Ja, als je daar zo'n saaie kerel ziet in een streepjespak met een brilletje die naar Harvard gegaan is. En die heeft toevallig een miljard weggestolen. Ja, dat is minder interessant. Ja, dat spreekt niet tot schiet, de verbeelding. Ja, precies. Die man die praat niet ordinair. Nee. Nee. Die rijdt niet in een ordinaire polisbelide. Die laat zich niet omringen door een stereotype, zal maar zeggen, biefstukhoeren. Nee. Zo uit het sekshuis. De categorie volkscrimineel. Kan je stellen dat Holleder, Hakkelaar en Craig Remmers in hun categorie wellicht de grootste criminelen zijn. Ja. Maar ja, in de categorie wat ik dan noem elite gangsters, de ultrarijken, mensen die stelen met de pen en de wet in de hand, zijn er natuurlijk wat mij betreft kruimelaars. Okay. Ik laat je een voorbeeldje noemen. Toevallig recentelijk, verleden week in de NRC, stond een klein artikeltje, is nog te googelen voor de kijkers, dat een projectontwikkelaar 5 banken opgelicht had voor minimaal 600 miljoen. Nou, dat levert dan in de media een klein artikeltje op. Verder horen we er niks meer van, want voor de rest is het allemaal Holleder. Maar je begrijpt natuurlijk wel met mij dat het bedrag van 600 miljoen al die bekende pulpmedia-godvaders zoals Holleder in hun hele leven niet bij elkaar hebben gejat. Vandaag gaan we een liquidatietour doen. Wat vind je daarvan? Dat het bestaat? Is voor mij ook een beetje onbegrijpelijk. Maar goed, ieder zijn hobby, zal ik maar zeggen. Ja, maar laten we het zo meteen gaan vragen aan de mensen. Vaart Kinneman. Ja, wie kent het niet? Van harte welkom. Ja, het leukste van jasje af. Ja. Het is de eerste keer. Het is niet om de achtergrond, dat ik het niet om We zijn inmiddels aanbeland hier bij het bankje van Enstra en Holleder. Achter mij het kantoor van Enstra. En het is misschien wel leuk dat we even op het bankje gaan zitten. Precies zoals deze twee heren. Dus ik zou zeggen, kom even mee deze kant. Kom je allemaal even op het bankje zitten. En dan moet je allemaal even je been zo houden. En even je mond eens tevreden. Been over je rechter. Ja. Dan komt hij even lachen. Toen was Holleder nog een echt crimineel. Maar nu zien we Holleder als een knuffelcrimineel met allemaal bekende Nederlanders op de foto gaan. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat ze hebben Holleder in de afgelopen 10 jaar... heeft de pulpmedia gebombardeerd tot een soort Hannibal Lecter, weet je, die kent. Science of the Lambs, ja. Ja, Science of the Lambs, hak zijn slachtoffers een stuk en noem maar op. Ja, is toch een cult geworden. Ja. En in het verlengde daarvan zie je dat mensen zoals Habib, die ik eerst wel echt respecteer. Najib, ja, of Habib. Of Labib. Misschien dat hij zich zo moet verlagen om te gaan koketteren. Om met de Silence of the Lamp op de foto te willen. Om weer zijn filmpje te promoten. Ja, ik noem dat het faillissement van het BN-schap. Ja, verderop is Klaas Bruijsma geliquideerd. Het Hilton Hotel. En daar gaan we ook even naartoe. Bruijsma komt hier naar buiten, 's ochtends om 3:00 in 1991. En wordt hier ongeveer op deze plek neergeschoten. Daar heb ik natuurlijk ook een foto van. Als u even gaat liggen hier. Ja, omdat hij de jongste is van het veld. Ja. Oké, okay, nou, Steve, jij hebt uit eerste hand vernomen hoe dat ging, die liquidatie op Bruijsma. Nou, dit is Bruijsma. Martin Hoogland, die inmiddels ook vermoord is, vertelde mij dus dat hij hem eerst 2 keer in zijn borst had geschoten met een 357. En toen heb je hem nog een laatste schot door zijn hoofd gegeven. Het is allemaal echt gebeurd. Hè? Je hebt soms het gevoel dat het over een film gaat, maar het is natuurlijk echt allemaal echt.
Ja, ik denk, heb ik toch zoiets van, ik zie daar niet zozeer de... Schoonheid van. Ja, of de spanning, of wat is het, of geweldig. Nee. Ja, en het is toch, wat schijnbaar mensen wel heel mooi vinden. Waarom staan mensen met tyfus als mij op de foto of op de film? Ja, dat wil ik weten. De massa die zijn hele leven netjes zich aan de wet houdt, 9 tot 5 werkt, en dat ze eigenlijk zelf niet durven, en toch zouden willen. Ja, ja, ja. En dan toch voor even je vereenzelven met die volksmisdadiger. Oh, kom maar, Bart. We staan hier in de Deurloosstraat. Hier achter mij op nummer 20 woonde Cor van Hout. Hier is hij is een van de aanslagen geweest op Cor van Hout. Mislukt. Want zoals we allemaal weten is hij in Amstelveen, toen hij uit de Chinees kwam, uiteindelijk wel goed geraakt. Stel je voor, als je Holleder op straat zou lopen, zou je dan meteen op de foto gaan? Ja, graag. Ja? Ja, ik ga dan wel een biertje ook met hem drinken. Ja? Ja, geweldig. Waarom dan? Ja, vind ik leuk. Ik weet het niet. Tuurlijk hebben ze dingen gedaan die niet deugen. Ik vind het gewoon best wel aardige gasten eigenlijk zo. Ja, ja, maar als ze ruzie met je krijgen, dan kunnen ze ook minder aardig zijn. Ja, ik ook. Even lunchen om straks terug te komen op de plek waar een aanslag op Steve Brown werd gepleegd. De liquidatietour is aangekomen op de plek waar Steve Brown in 1999 werd neergeschoten. Hier is een hele grote crimineel neergeschoten. Nou, het is 1999. 9 december. Loop je hier naar buiten? Nee, ik ging terug naar mijn binnen. En waar kwam je vandaan? Ik had net mijn kinderen naar school gebracht. Oh ja. Zo is het eigenlijk precies gegaan. Dat ik hier aankwam lopen, ben ik de trap opgesprongen. Zo. De huurmoordenaar stond hier. Die schoot op het moment dat ik omhoog sprong. Dus zijn pistool heeft gestaan op mijn achterhoofd. Vanaf die achterstand. En dat ik sprong, kwam ik hier. Ah. En een tweede schot in mijn leven. Ik ben hem achterna gelopen. En daar ben ik neergestort. Daar ongeveer. Nadien kwam nog, de helikopter van de VU. Die is daar geland. Ik zeg, wat is mijn kans dat ik het overleef? Ze zei, dat weten we binnen een uur. Dat noemen wij de golden uur hier bij de VU. Ik zeg, laat me dan in ieder geval 1 sigaret roken. Dus nam een stekje van een sigaret, het is waar. En toen kwam hier de rook eruit. Dat is wel een verhaal, hè? Het is echt gebeurd. De meeste mensen die daarbij betrokken waren, wat zijn die? Dat is betrokken. Ja. Hoe zou dat nou kunnen? De mensen die met mij geschoten hebben, kogel gaat in al hun lichamen. Is bijna uitgekomen, maar ik heb er verder niks mee te maken. Ja, dat zeggen ze allemaal. Dat zeggen ze allemaal, ja. Nou mensen, het was hartstikke leuk jullie het hebben leren kennen. En succes. Dat was toch een interessante ochtend. Toch, dames en heren? Daar komt ie. Hij is zogenaamd. Holleder, hij is diep achterop. Ja, en we staan wel allemaal lekker te lachen, maar echt leuk kan het niet zijn om neergeschoten te worden. Het is gewoon all in the game. Je hebt me nooit zo druk om gemaakt. Echt niet? Nee, echt niet. Maar je deed maar 1 keer. Ja, je leeft maar 1 keer met je 30 jaar met een baas van 9 tot 5. Dan geef me dat dan maar. Ja? Toch wel. Uiteindelijk. Nee, zeker. Hey, en is dat niks voor jou om zo'n tour te geven? Ik zou wel willen doen een tour, maar dan in Wall Street. Okay. Andere tarieven. Toch? Ja. Ja, maar heel veel mensen vinden het toch, dat merk ik bij zo'n liquidatietour, je vindt het toch echt heel spannend. Er zijn die mensen die aan zo'n liquidatietour meedoen eigenlijk in hun droom ook wel eens crimineel geweest, maar durven ze niet het risico te nemen in het echte leven? Laat ik het zo zeggen, toen ik aan de tour begon, denk ik dat ze, ja, dat zijn maloten. Maar nu ik ze heb horen praten en meegemaakt, dat vind ik van niet. Nee. Wie kan het wat schelen dat even die mensen uit deze groep op de foto wil met mij of Holleder? Daar heeft niemand de belangstelling voor. Nee. Dat is eigenlijk privé. Ja. Tegen die bekende Nederlanders zou ik zeggen, doe het niet. Ga je uitleggen waarom. Ik vind dat hun een maatschappelijke verantwoording hebben. Wat is de volgende stap? Op de foto met dokter Mengele? Waar is de tijd gebleven dat mensen op de foto wilden met moeder Teresa? Jongens, Massie. Dankjewel, hè. Dankjewel, hè. Criminelen, boeven, het blijft spannend.
Iedereen heeft een zwarte kant en die herkennen we massaal in misdaadprogramma's, maffiafilms en gangsterrap. Oh, de lekkere poos, jongen. Dat is mooi. Toch kiest er maar een klein gedeelte voor om zelf crimineel te worden. Gelukkig maar.